cortado. Met double shot. Schattige koekjes. We hebben foto's geselecteerd met Monique. We hebben een selectie gemaakt. 2 of 3 foto's per outfit. En na wat aanpassingen zijn we er nu uit. Dus Monique gaat ze bewerken. Maar nou, dit is er nu echt goed uit. Ja. Rap panini. Ik heb kan die zon echt niet meer verdragen vandaag. Ik moet echt even rustig aan met die zon doen. Ik ga nu filmen. Brian is absoluut niet te doen al de hele dag. Al de hele dag, ze is net 5 minuten wakker. Zat je richt ongeveer naar die wolk daarboven, ja. Niet naar mij. We gaan hier gewoon zitten. Hola, buenos días. Buenos días. You have breakfast? Hier tot schat, en nu daar lekker maken. Heerlijk. Ik ben nu al verliefd op je. Nog even je 50's doen. Staat het cool of dom? Het staat helemaal cool. Wat gaan we vandaag even doen? Naar Hans. Is het wel een relaxed strand? Thanks. Ja. Gala Cachoneta. Cachoneta. Boven San Antonio. Ik ga het zo meteen de andere kant filmen. Super cute, dit kleine baantje. Het is wel druk. En bloedverziekend heet. Ja, er staat hier geen zuchtje wind. Bijna alle vrouwen een soort hippie-achtig zijn. Hippie-achtig zijn, maar wel met plastische chirurgie. Dus we hebben hier echt meer vrouwen met nepborsten dan met echte borsten. Dus dat werkt voor mij natuurlijk van allerlei onzekerheden op. Oh, lekker los. Oh ja, en dat ik net ben gesnapt. Vind je dat nog erg? Door de suiker. Ja, ik zit in mijn PMS en ik nam iets van suiker. Schattige koekjes. Wat ik al weken niet meer doe. En opeens snap ik... Sorry. Esperde. Of kebab. Beste. Oh, dat is ook lekker. Dat is ook echt lekker. Oké. Okay. Wow. Wij zijn vandaag super vrolijk, want we gaan naar huis. Eindelijk. Hij maakt mij niet nat. Okay. Ja? Wat else? Over alles heeft Roos wat te zeggen. Geen millimeter overgeslagen en we gaan nu weg. Nou, we zijn even gemaakt. Dat was niet leuk. Dit ging ook onder dwang. PMS of niet? En nu, we gaan nu ergens naartoe rijden naar een dorp. Hopelijk naar een soort van heel klein dorp met traditionele eetcafés. Waar ze traditioneel eten hebben. Gewoon zo'n klein kaartje. Hier zoiets hoop ik. En daarna gaan we de auto inleveren naar het vliegveld. Oké. Okay. Ciao. Adios. Adios. Hey, ik heb het hartstikke leuk gehad met je persoon. Wow, ben je dat toch wel leuk zo? Ik ben heel blij dat ik hier met jou ben. Dit is, nou, er is alleen niks te doen. Er zit weer niemand lunch om 1 uur. One of these and one the second. Del Caspacho. Salmorejo. In San Jordi, Ibiza stad, dus het ligt eigenlijk tegenaan. Dessert. Thank you. Nou, aan mijn kant gedaan? Dat denk ik. Dat zit hij niet daar boven? Nee. Maar waar is mijn jasje? Oh! Ja. Okay, wat heb jij nog? Hier die? Sweatband? Ja. T-shirt? Ja, dat ligt erbij toch? Deze? Ja. Onderbouw? Nee. En mijn schoenen? Nee, zit hier in? Tandenworstel? Ja, kan. Ja. Doe maar. Ja. Doe maar. Of afijn, we gaan hier overnachten. Even opfrissen. Oké, okay, wat ik nog nodig heb is gewoon een doek, omdat ik een kilo zand... Geef mij mijn spullen maar. Legging. Toch een shortje aandoen. Dan kan je die andere terug doen, toch? Nee, dat is een onderbroek. Met een short. Oh, allebei? Dat heb je over elkaar aan. Nou ja, lijkt me niet. Maar als jij denkt van wel. Het lijkt me lekker. Lekkerder als je... Het lijkt een stijloverweging. Want ik wil die
Converse aan. Die Converse aan. Ik vind een legging en Converse vind ik twee verschillende dingen. Ah, fijn. Roos had net een hele grote mond dat ze bijna alles heeft losgelaten. Maar in het vliegtuig kan ze geen legging aan met Converse. Ik herhaal. Wil die mevrouw met die legging en die Converse bekend terrein dit? Ja, ik ben klaar. Deze is de bom. Vanuit bij de Burger King, deze. Op het vliegtuig van die pizza wat rij is bijna leeg. Een ochtend, een tweede einde, een middengeslaagde trip. Doei!